Oké, we beginnen als eerste dus met deze hele leuke etui die we zo gaan maken. Als eerst heb je deze hele leuke stof nodig, of gewoon een stof die je zelf zou willen hebben. Ik heb deze gekocht, zoals jullie hier kunnen zien. Het is dus ook echt een heel mooi soort van, eigenlijk wordt het gebruikt om de vloer schoon te maken, maar hiermee zouden we dus eigenlijk een heel mooie zachte etui kunnen maken. Dus zoals jullie kunnen zien ziet hij er nu zo uit. En zullen we hem straks even vastnaaien. Dit hier aan en een openingetje maken zodat we al onze pennen en al onze hebben dingetjes erin kunnen stoppen. Nou, laten we volgens eerst dit eraf knippen. Zo. Dan maken we hem zo open. En dan zien jullie dus dat het eigenlijk voor een dwel is. Maar je hebt dus eigenlijk al kleine zakjes waar je pennetjes in zou kunnen stoppen. En als we hem zo opvouwen. Zo. En dan uiteindelijk zo dicht kunnen maken. Dan hebben we een heel schattig klein etui'tje. Of we kunnen hem natuurlijk ook zo vouwen. Ik denk liever zo. Maar dan hebben we dus een hele schattige leuke etui die we kunnen gebruiken om allerlei pennen in op te bergen. En die je ook heel makkelijk leuk naar school mee zou kunnen nemen. Even kijken waar ik het moet vastnaaien en waar ik het ongeveer moet knippen. En dan kunnen we dit natuurlijk gebruiken als zakje. En dan zal ik dit stukje er misschien dus afknippen. Zo, even alle kleine kleurtjes eraf halen. En dan kunnen we zo beginnen met het maken van etui. Zo, dan heb ik hier als eerst een klein soort van knoopje. Dat kan ik hier neerzetten. En dan heb ik hier een metaalknoopje, zodat ze aan elkaar vastplakken. We kunnen zo de etui dicht doen. En dan moet ik die natuurlijk er eerst nog aan vastmaken. En dan kunnen we zo onze etui heel makkelijk dicht doen. Zo, dat zou dus hier aan vast moeten worden gemaakt en dan kan hij zo dicht. Zo, laten we eerst met superlijm het aan elkaar vastmaken. Zo, dan zit het goed vast. En dan hebben we al een klein vakje voor onze pennen. Zo, je ziet dat er genoeg ruimte is. En dan hebben we hier onze kleine magneetjes. Dan hebben we hier nog wat superlijm voor onze magneet. Zo, dan hebben we hier de eerste magneet. En dan moeten we hier precies de tweede magneet hebben. Zo, en daar heb je dan magneet nummer 2. En dan zien jullie dus dat we hem zo dicht kunnen maken met de magneet. Zo, en dan heb je als het goed is een hele leuke etui-tas. Even goed vouwen. En dan heb je gewoon een heel leuk schattig etui-tje waar je allerlei dingen in kan doen en allerlei dingen in kan opbergen. Super leuk en super handig natuurlijk. Gaat ook gemakkelijk dicht.